Vandaag is een hele bijzondere dag. SkyTeam organiseert de Sustainable Fly Challenge. KLM vliegt van Amsterdam naar Porto en Amsterdam naar Edmonton op de meest duurzame manier die op dit moment mogelijk is. We hebben elk aspect van de vlucht bekeken. Dus voor de vlucht gebruiken we 39% duurzame brandstof. Dat is uniek voor deze vlucht. Verder hebben we de grondoperatie zo elektrisch mogelijk gemaakt. Interessant is natuurlijk wel dat we op Schiphol qua afhandeling al heel erg elektrisch opereren. Maar dat laat al zien dat we al heel ver zijn ten opzichte van andere airports als het gaat om de grondafhandeling. Wat we met de catering hebben gedaan vandaag is dat passagiers pre-orderen. Dus van tevoren bestellen, dat zorgt ervoor dat we minder eten en minder waste meenemen aan boord van de vlucht. Voor de vlucht van Porto zorgen we dat de passagiers bij de gate hun eten kunnen meenemen aan boord, zodat ze precies genoeg eten aan boord hebben voor deze vlucht. Vandaag lopen de stewardessen op sneakers. Dan zou je je afvragen, wat heeft dat met duurzaamheid te maken? Maar normaal gesproken lopen ze op hakken. En we kijken ook naar de persoonlijke kant van duurzaamheid. Dus de ergonomie ervan. Dus we testen nu hoe deze schoen bevalt. Deze vlucht naar Edmonton vliegen we met een Boeing 787-10. Dit is het meest duurzame vliegtuig voor de lange afstand.